Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. We staan gezellig buiten. Kijk eens wie er is. Goedemorgen. Goedemorgen, Jasper. Vette jas heb je aan ja. Trouwens, jongen. Dikke. Die heb ik ook. Ja. De jouwe ziet er wel een stuk schoner uit. Ja, ook wel, ja. Ik zie het aan die hele ritjes bij mij. Die worden een beetje minder geel. Hey, ja. Je hebt al een beetje dingetje gedaan, zie je. Ja. De traanplaten uitgegraven. Ja, die liggen al eventjes buiten te roesten. Nieuwe traanplaten buiten. Lekker hè, Luca. Luca wel even snuffelen daar. Ja, lekker. Oh. Ja. Het punt is, we lopen een beetje uit het werk voor het schommelproject. En dat kan eigenlijk niet, want over één dag meer dan 2 weken moet het ding over kop gaan. Godverdikke, ja. Nee, over 2 weken, want ik heb nog een keer 1 dag vrij. En Sinterklaas, natuurlijk hè. Oh. Ja. Maar ik denk als deze video online komt, Sinterklaas al geweest. Nou, oké, maakt niet uit. Er zijn trouwens best veel mensen die vinden het heel vervelend dat we een week achterlopen met de video's trouwens. Ja, we kunnen het op 2 manieren oplossen. Dat is of we zeggen, oké, dan doen we nou al die video's zo blup in de prullenbak. En dan gaan we gewoon verder zeg maar, met de video, de huidige video. Maar dat zou jammer zijn, want dan mis je een heel stuk van het project. En nee, we gaan niet in 1 keer doorposten in het weekend. Want dan is Ivo dadelijk helemaal om alles te editen. Dat gaat niet. Dus daarom hebben we een beetje voorsprong opgebouwd. Voordeel daarvan is dat dadelijk de kerstvakantie een stuk minder lang duurt natuurlijk. Ja, maar wij moeten ook een keer vakantie hebben. Maar dan kunnen we wel doorgaan met video's posten. Ja, ja, ja. Goed, hè? Dus daarom, ja. Het is alleen wel jammer dat, de reacties op de video's dan iets minder relevant zijn. Dus we hebben wel iets minder, minder input daarvan. Misschien moeten we op Instagram af en toe vaker wat dingetjes posten of zo. Ja, ja, oké, nou goed. Hey, uit het werk lopen wat betreft het schommelproject. Hoe kan dat nou? Het punt is, voor de slinger met die buizen, daar hebben we dus de dwarsbuizen nog niet voor. En ook te weinig van die staanders. Omdat de diameter van de dwarsbuis is veranderd. En dat, dat was niet op tijd doorgegeven of ik heb het over het hoofd gezien. Ik weet niet, maar in ieder geval, die buizen die zijn besteld. Komen eraan, ik denk vandaag en anders maandag. Het is vrijdag als we dit filmen. Dus daar kunnen we dan mee verder. Maar ja, om nou een hele dag te gaan zitten wachten, daar is die tijd hebben we niet. Dus we moeten gewoon gelijk doorpakken. Wat hier ligt, dit moeten de rijplaten worden die onder die schommel komen. Ja, volgens mij heb ik het gisteren ook al uitgelegd. Er moet natuurlijk zo'n stuk ronde weg komen waar die auto overheen rijdt. In het onderste deel en dat is, dat moet dit worden. Nou, dit zijn traanplaten. Dan zouden ze met een slijptol helemaal door midden kunnen slijpen, maar dat is echt een verschrikkelijk werk. Alternatief was ze op elkaar leggen en misschien even een staartje vakwerk rijden en ze daar onder de schaar leggen. Zou kunnen, maar traanplaten worden ze ook niet zo blij van om te knippen volgens mij, want dat is niet helemaal lekker. Omdat dan natuurlijk die traantjes, die zitten naar de onderkant. Hè? Iedereen weet hoe een traanplaat eruit ziet denk ik, hè? Dat is met die druppeltjes erop zo. Dus een diamond plate volgens mij in het Engels. Hè? Diamond plate, ja. Nou goed, dat is dus niet zo prettig om te knippen. Dus we hebben een plasmasnijder staan. Dus laten we die uit de hand gaan plasmasnijden. Dat was een beetje het idee. Dus we gaan ze dadelijk eraf halen. Gaan we ze op schragen zetten. En dan een balkje erlangs. En dan kijken of ze met de plasmasnijder door kunnen snijden. Dus één ding wat ik wel even moet opzoeken is hoe breed ze dan ook weer moeten worden. En dat kunnen we nou ook wel bedenken. Ik dacht even, ik kom een vrachtwagen. Het zou zomaar kunnen dat het in 1 keer het materiaal was, maar dat is niet. Oké, ik pak een rolmaat. Oké, die platen zijn 1,5 meter bij 3 natuurlijk. Ik dacht, we maken de rijplaatjes 30 centimeter breed. Dat moet ongeveer wel voldoende zijn, lijkt mij. En dan, dan kunnen we er dus 5 halen uit 1 plaat. We hebben dus 2 platen. Dan hebben we 5 keer 3 meter, is 15 meter eigenlijk wat die... Ja, wat die aandrijft. Dan om even een idee te krijgen. Dan komen die rijplaten. Zo moet hè. Dat is 6 meter. Dan komen ze tot zo. Zoiets. Dat is best wel heel ver. Ik weet niet of die dat nodig heeft. Misschien wel een beetje te gek eigenlijk. Of moeten ze iets breder maken? Moeten ze 40 maken? Wacht, ze moeten natuurlijk wel een veelvoud pakken van die 1,5 meter. Anders dan komt het niet zo lekker uit.
Wat denk jij, Luca? Zou het genoeg zijn? Ja? Ja, Luca vindt het ook goed. Ja, hè? Ja, toch? Ja, helemaal goed gekeurd. Dus. Kijk. Oh, daar is Leon. Leon. Heb jij je auto gesloopt? Nee, jij hebt dat maken. Ja, ik wou net zeggen. Je hebt geen dakraam. Er kan geen water in staan eigenlijk dus. Ik had eerst de verkeerde gehaald, maar samen met Milo hebben we deze de onderdelen afgehaald en in de mijnen gezet. Hij doet het weer, of niet? Ja. Ah, mooi. Dat zijn de sleutels. Ja, Ivo, daar kun je ook gewoon comfortabel in stappen. Hè? Jullie dan op elkaar poegelen nou. Ja. Even naar de sleutels geluid. Oh, heeft zijn slot gemaakt toen de sleutels kwijtgemaakt. Dat is natuurlijk niet zo handig. Hey! Hey, nou valt hij niet meer op. Geweldig. Ja. Het was eigenlijk gewoon één lullig veertje wat eraf gesprongen was. Je had eigenlijk het verkeerde slot gehaald mogelijk. Alleen het deeltje wat kapot was bij die andere kon we van die ene overzetten. En nou is het toch goed, yes. Ja, want deze is, die ik heb, die is met centrale deurgrendeling en deze is zonder. Dat is een verschilletje dus toch. Ja. Ja. Maar oké, mooi. Dat is opgelost. Ja. Hey, laten wij dit gaan klaarzetten hier denk ik, voor de snijder. Zo, oh, ik ben blij dat we deze platen eindelijk gaan opwerken, want die staan echt al zo lang in de weg. Zo, goed. Ja, zo snel wijzigen de plannen hier, hè. We hebben net echt alles afgezocht naar die handtoors van de snijbrander, of van de plasmasnijder. Niet te vinden. Ik heb zelfs de video nog teruggekeken, of hoe dat het ding precies eruit zag. Maar ja, ik denk dat hij misschien per ongeluk mee teruggegaan is naar Pretec of zo, denk ik. Want ja, hier is hij niet. We hebben echt alles afgezocht. Dus dan moeten we denk ik maar overschakelen op meer ambachtelijke methoden. En dan gewoon met de snijbrander snijden. Want dat kan natuurlijk ook wel. Hè? Die hebben we natuurlijk ook nog. Dus ik heb net even gekeken welke brander dat we daarvoor nodig hebben. Tenminste welke. Deze even dicht kunnen zetten nog. Dat kan ik niet. Die plaat is alles beter dan slijpen eigenlijk. Zo moet die. Ik ga altijd te laat aan. Weet je, lekker dan altijd. Ah. Deze is goed. Bang! Knal! Paf! Ja, dit gaat als een mal ook hoor, dit snijdt ook goed. Maar ja, het was eigenlijk wel leuk om het met een plasma snijder te doen, maar dat feest gaat helaas niet door, want de toorts is kwijt. Of niet hier. Of in ieder geval, ja, afwezig. Een mooie branderkar. Die kan hier aan. Kijk, dat is fijn. Kijk, want dan is het easy peasy. Kijk, dan hoef je het ding ook allemaal niet, dan kunnen we gewoon zo. Nou, en het enige wat we dan nog nodig hebben is een latje. Of wat we ook kunnen doen is hem gewoon aftekenen. Dat is ook al goed eigenlijk. Nou, goed dan. Dan moeten we het maar hiermee gaan snijden. Wel lekker.
kijken. Mooi raafkeven daar. Ik denk dat wij nog een veel kleinere pit nodig hebben. We hebben gewoon nog een kleinere pit nodig, want dit is echt veel te... Zo komen we wel door ons zuurstof heen, ja. Dat is echt op een cent, ja. Ja, doe het niks. Oké, okay, weet je wat? We gaan gewoon andere dingen doen vandaag. Het schiet gewoon helemaal niet op met dit project. We hebben en de buizen niet, en het materiaal niet, en de tekeningen kunnen we niet aan. En we krijgen het niet gesneden omdat we die plasmasnijder niet hebben. Verdomme! Daar hoor je toch chagrijnig van. Het is vandaag zo'n dag dat ook gewoon alles tegen zit. Oké, nou, wat ga ik even verzinnen? Maar dit werkt gewoon niet. Dit is gewoon geen porum zo. Krijgen met die snijbrander krijgen we dit nu niet fatsoenlijk. Ik weet niet wat er aan de hand is met die snijbranders. Het is ook allemaal oude troep die ik een keer in een doosje bij elkaar gekocht heb. Eigenlijk voor die heetstookbranders. En deze rotzooi, die kreeg ik er als bonus bij, maar het werkt voor geen cent. We lopen helemaal uit het werk voor dit autoschommelproject. Ja, we krijgen deze dingen niet gesneden met de snijbrander. Dan moeten we gewoon een plasma snijtoorts voor zien te vinden. Ondertussen kunnen we ook niet verder met constructiewerk, want die buizen zijn er nog niet. Omdat het ontwerp is gewijzigd intussen tijd. Ja, dus we lopen echt helemaal klem. Verder kunnen we ook nog niet met de constructie die hieronder zit. Want daarvoor hebben we eigenlijk weer het tekenprogramma nodig. En die heeft ook weer kuren vandaag. Dus dat wordt het ook niet. Dus, ik word er gewoon chagrijnig van. En dan moet je gewoon iets doen waar je energie van krijgt en waar je blij van wordt. En daar is bij mij een V12 starten natuurlijk. Laten we dat doen. Want we hebben daar nog eens een motor staan. Die hebben we toen de laatste keer laten lopen. Maar die moet nog even een eindje draaien met de koeling eraan. Om te kijken of dat hij het dan ook nog goed doet. En of dat inderdaad, of dat die koeling gewoon werkt dan. Of dat we geen lekkage hebben naar het karter toe. Of dat die waterpomp ook werkt en zo. Laten we dat testen. Trekken die motor naar buiten. Rijden onze koelinstallatie ernaast. Vul hem af. Dan gaan we starten en dan laten we hem eens even goed op temperatuur komen. En eens kijken wat hij dan, of dat hij dan ook blijft doen. Oké, mooi. Dan trappen we dit in de hoek. Pak de heftruck ervoor. En dan gaan we lekker iets anders doen. Het is mooi geweest. Ah. Is vandaag de 13e of niet? Het is wel een vrijdag, toch? Ja. Nou, zet hem maar weer buiten. Gaan we lekker verder roesten. Word gelijk al een stuk blijer van weer. We gaan hem aanslingeren. Met de koeling eraan. Zodat hij een heel eindje kan draaien. Kunnen we kijken of dat hij dan ook nog goed blijft doen. Ja. We willen wel zeker weten dat hij in orde is. Niet dat dadelijk dat hij wel start en dat hij aardig loopt. Denken we. En dan bouw je hem ergens in. En dan vervolgens blijkt dat hij toch ergens nog een lekkende waterpomp had. Of dat de koelvloeistof langs alle kanten eruit zijt. Dat moeten we niet hebben. Ja hoor, kan die zak in? Ja. Geen vingers eronder? Nee hoor. Oké dan. Voilà! Oké. Elke slang is lekker. Die moet eraan. En daar is ook een slang. Weg. Oh, het ziet er ook lekker uit hier. Frommelde leidingen. Nou, deze hebben we niet nodig. Oh ja. Ja, dat zit niet zoveel meer in. Daar kunnen we daar eens mee beginnen met die te vullen, denk ik. De prik erbij. Oh, dit is gewoon afgedopt. Ja, deze pakken wij, die slang. Dat gaat wel, denk ik. Ja, dat lukt wel. We moeten hem alleen eventjes een beetje opwarmen, deze.
Hier. Hoeft niet zo moeilijk te zijn. Oh, nee, toch niet. Het lijkt wel een kleine waterkanaal. Maar... Zo, dat is goed. Moet je zien hoe soepel die slangen straks zijn als die motor warm is. dus de bovenste aansluiting die moet hier komen. Deze weer daarbij. Ha! Zo zijn we er al. Ja, dit gaat goed zo. Ja. Ja, dat gaat sneller dan met een kannetje overgieten. Ja. Daar mag nog wel wat hebben. Weer als eerste aan gaan koppelen. Oké, dan. Kraan is aangezet en dan kunnen we vullen. Hey, kijk. Dat komt goed. Oké, ik ga hem omhoog doen, want anders ontlucht hij niet. Bloep, bloep, bloep. Hij is wel aan het ontluchten daar in elk geval. Maar we moeten daar weer een aantal slangklemmen gaan aandraaien. Hey Gert, jongen, hoe is het nou? Ja, goed. Heb je kraan bij? Ja, die heb ik bij. Oh, daar de demonstratie van de radiografische kraan van Gert. Volgens mij van lek je vakje een beetje. Ja, nee, dat maakt niet uit. Lucht in, niet? Zelfs bij die andere motor. Al die slangen allemaal uitgedroogd in slangklemmen lurp. Lek als een malle natuurlijk, hè. Dat was bij die andere net zo. Het lek wordt in ieder geval niet minder als ik de slangklem losmaak. Maar ja, dat hadden we natuurlijk ook niet verwacht. Laten we even een andere klem opzetten. Die misschien wel dit dicht krijgt. Ik denk dat het dan niet wordt. Die gaan we een slag niet groter moeten hebben. Ja, laat een beetje olie dan wordt het aantal te klein. Daar waren we druk aan bezig. Alleen, we lopen helemaal uit het werk. We lopen overal spaak met dat project. Jammer, joh. Ja. We hebben nog genoeg water, joh. Ik dacht dat er ondertussen al een heleboel uitgelopen was. Maar dat valt toch al mee. Oh, maar nou hebben we wel daar water al. Kijk eens. Ja, daar zit lucht in. We moeten dadelijk daar uit die twee radiateurs moet dadelijk ook water uitkomen. Ja, kijk. Ja, daar komt die. En die ook, kijk eens. Dat moeten wij hebben. Ja. Oh, nou mooi, dit staat er ongeveer klaar voor dan. Dan hebben wij nog nodig de persluchtfles. En we hebben nog extra diesel nodig, want dit is ook niet meer voldoende wat erin zit natuurlijk. Dat moet ik wel even erbij doen. Zo. Disclaimer, de douane heeft deze diesel al meegenomen. Het is geen rode diesel. Hij spuit al in. Mooi, dat werkt dus in ieder geval. Voornamelijk die aanzuig is vooral heel belangrijk hier zo. Deze. Die moet echt, mag echt geen knikken hebben, want dan krijgt hij geen smering. Maar zo zijn we goed. Ja, kijk dan toch eens even. Ingraven. Inderdaad, ja. En die hadden moeten hebben toen die atlas vastgegraven zat, dan zo los kunnen trekken. Kijk, dat is een mooi nieuw speelgoed hier. Kijk dan eens eventjes. Ja. Klik, klak. De andere bak. Ho, ho. Dat is een bakken trekken. Inderdaad, ja, geen halve bakjes. Hopsa. Ja, even kijken hoor. Dat is gewoon een echte kraan dus. Links, rechts. Ja, ja, inderdaad.
Zo. Ja. Ja. Even kijken. Oh. Hey. Oh, hij kan niet verder dicht. Nee. Oh, ik denk al, ik zou willen nog verder dicht doen de bak. Ja, krijg je nou die atlas voor een bos uit, wel die gaten erachter. Hoezo, ik bel jou gewoon om los te trekken. Dat is een steen, die moeten we hier leggen. Nee, dat is hier. Ja. Zo, echt. Maar hij blijft ook gewoon doortrekken, hè, bijna. Hij is sterk, elektrische... joh, maar het is echt leuk. Het is bijna net als een echte kraan eigenlijk. Gewoon die bediening klopt ook gewoon echt goed. Hier! Even wachten, een foto van maken. Hey. Ik heb die top te graven hier. Anders is leuk. Anders zo weer tijd. Nou moet ik die kraan afstand bestuurbaar maken. Dat zou vet zijn. Zo, ook zo. Daag je uit. Zo, ja, nou, dat is niet zo moeilijk eigenlijk. Het enige wat je nodig hebt is van die kleblokken die elektrisch zijn. Eigenlijk moet je dat met een nieuwere kraan doen. Dat is nog veel makkelijker volgens mij. We gaan die motor aanslingeren, want ik begin het koud te krijgen. Normaal gesproken moet je zo'n motor wel voorverwarmen met deze temperatuur. Maar ik denk dat hij toch wel wil vertrekken. Even kijken. Oh, ja. Is het nog niet aan? Ja, zo. Nou heb je het dus helemaal verpest. Nou zijn ze allemaal teleurgesteld dadelijk als ze cadeautjes openmaken met Sinterklaas. Maar wij willen zien hoe jij dat opgaat. Oh. Toch of willen we dat niet? Ja. Hij heeft hem net schoongemaakt, maar Gertie wil nog wel een gat graven. U vraagt wij kraaien. Hey, we gaan hem zo aanslingeren. We staan er klaar voor. De koeling zit erop. Ik ben benieuwd of dat hij een beetje makkelijk aan wil gaan, want het is best wel koud nou. Normaal gesproken, als hij ingebouwd zit in de tank, dan kun je hem vol verwarmen. Dat kunnen we nou niet. We moeten er een hittekanon tegenaan zetten. Maar ik denk, laten we het eerst zo eens kijken of dat we hem op kunnen starten. Het is nu een graad of 6, 7 denk ik. Het is wel koud hoor. Ik denk dat we eigenlijk moeten voorverwarmen nou, maar ik denk dat je het toch wel doet. We gaan het proberen. Een beetje primen. Druk maken. Deze. Ik zal eens mijn oorkap op gaan zetten trouwens. Ja, hè? Nee. Niet? Nog niet. Klinkt wel als. Nee. Ja, nu gaat hij langzaam druk maken. Eén. Even wachten. Zit nou op 2. 3, 4, 5. Ja, oké, okay, gaan we doen. Pas op. Meer druk nodig. Ik denk wat meer druk nodig hebben. Eens kijken. Oh ja, wacht! Nee joh! Ik draai hem te ver open. Ah, de beveiliging. Let maar op. Fles. 150 bar in de fles. Dat is bar. Laten we het gaan proberen, denk ik. Oké. Oliedruk erop. De gasten staan nog steeds open. Hè? Misschien moet je meer gas geven nog.
olie. Ja, daarom. Daarom heb ik hem stilgelegd. Maar echt wel, daar kwam wel weer uit, hè, hieronder zeg. Ja, daar komt een beetje olie uit daar. Ja. Het is gek, want hij is nog gezekerd ook, deze. Daar zijn we niet aan geweest aan deze koppeling. Ja, wel een beetje. Nou, is goed, dus het lekkage verholpen. Dan gaan we nog een keer starten. Hier is één cilinder, die doet helemaal niks. Deze. We zagen ook dat deze gewoon deze anders rookt. Ook, hè? Tenminste, deze kant rookt veel harder dan die kant. Dat heeft er gewoon mee te maken dat hier één cilinder spuit wel diesel in, maar die ontbrandt gewoon niet. Deze eerste cilinder is ook niet zo best, hè? Minder. Ja, er zit altijd wel wat verschil in. Dat is ook niet zo'n ramp. Maar deze die doet echt gewoon niks. 10 graden is wel wat. Ja, maar deze is gewoon koud. Hij zakt wel, ja. Oh, wacht even, Miel. Ja, vet. Ja, hij zakt.
Nou joh, hij is goed. Komt nog een bolderammel. Wat is dit? Dat is gewoon die slangen die een beetje aan het borrelen zijn. Dat is allemaal een raar geluid. Nou, hij loopt netjes volgens mij. We hebben hem nu een half uur laten draaien, iets langer. Nou, de temperatuur die is niet slecht. We hadden zelfs, het is nu zo koud, dat is dan wel een voordeel. Het is een beetje moeilijk te starten. Maar we hebben een van die heaters heb ik op een gegeven moment gewoon uitgezet zelfs. Want anders dan koelde die gewoon te hard af zelfs. Hij rookt niet dramatisch. We hebben één cilinder die blijft wat kouder dan de rest. Aan deze kant. Een paar keer met die warmtecamera even gecheckt. Want deze blijft een beetje achter. En je ziet het ook wel als je zo heel laag stationair loopt. Dat je bam, 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 dat hij hier zo echt zo een beetje van die witte puffjes eruit blaast. Alsof dat hij daar niet heel lekker ontsteekt op deze cilinder. Maar ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft met dat de brandstofpomp aan deze kant misschien toch niet helemaal vlak staat of zo. Dat die toch, want deze brandstofpomp hebben we natuurlijk met best wel wat moeite gangbaar moeten krijgen. Dus misschien is het daar toch wel een beetje iets ontregeld. Waardoor dat hij hier niet meer overal evenveel geeft. Ja, en dat kan natuurlijk ook zorgen dat hij op andere cilinders wat te veel krijgt in verhouding met deze. En ja, dat hij daarom wel harder rookt dan deze kant misschien. Maar hij loopt echt niet slecht. Nee. Very nice. Ik denk dat het goed is. Kunnen we deze gaan afkoppelen. Ik vind hem goed genoeg om zo in het magazijn te zetten en te bestempelen als bruikbare motor. Uiteraard, als we hem echt ergens in zouden willen gaan bouwen, dan moet hij nog wel een keer echt goed onder handen genomen. In de zin van al die slangen en zo vernieuwen. En nog eens een keertje goed laten lopen. Kijken dat er nergens nog lekkages zijn. Want we hadden het aan het begin dat hij daar een beetje lekte langs een olieleiding. Voor de rest valt het volgens mij wel mee. Ja, koelvloeistoflekkages. Die wel. Maar ja, dat heeft allemaal te maken met die oude verduurde slangen in combinatie met die verrotte slangklemmen. Dat is allemaal niet zoveel waard. Mooi! Haha, daar word ik dan weer blij van. Dat is beter. Kunnen we deze in ieder geval uit de testbok gaan halen. In gewoon een steun zetten dat hij in het magazijn kan staan. En dan hebben we nog één zo'n V12 staan die we ook nog een keer aan de tand moeten gaan voelen. En dan kunnen we die erin gaan zetten binnenkort. Maar dit is in ieder geval een mooi werkje. Dan kunnen we tussendoor, als er wel verloren uurtjes zijn, kunnen we deze gaan afbouwen. En dan die volgende gaan opbouwen. Mooi. Komt ie. Dat is op hoor. Zo. Dat is warm. Weet je dat? Stinkt een beetje. Ik wil nog een pakje thee. Zo. Ruikt gewoon een koelvloeistof. Hij is toch gekookt, hè? Ja, maar het is gewoon water, want het koelvloeistof zat er natuurlijk al jaren niet meer in. 70 graden, 72 graden. Ja. Nou, dan moet je je hand in te steken, dat is niet lekker wel. Het is te warm. Iemand met zin in de sauna? Ja. Zonde hè, al die warmte die we gewoon weggooien nou eigenlijk. Deze zo. Deze trap kan ook van binnen. Ja hoor. Deze mag binnen, ja. Ja, ik zie hem staan. Ja, maar dan kan ik straks even aanzetten. Zo, dan kunnen we deze gewoon met de handen kwart maken draaien. Dat lukt wel. Deze is niet zwaar. Ja, dat is zeker. Ja, is goed. Ja. Olie is in ieder geval lekker temperatuur nou. Probeer je gewoon deze te krijgen en straks verder trekken nu dit houtje. Even wachten, we moeten eerst dat water aan de kant doen. Ja, giet. En dan slaat je al het water op en dan... Ik heb hier niet gedaan. Ik heb deze stond dan. Ja hoor, netjes. Ja, ik heb het rug erop en dan... We hebben daar een drupje olie gemorst. Hier nog een beetje... Ja, die is ook wel uitgelopen daar. Zie je zo, hoe dit toch? Je maakt het spannend even, ja, ik verloor even mijn evenwicht. Zo! Nou ja, zo'n soort van cliffhanger. Hè? Valt de cameraman wel om of niet? Zo was het bijna. Ik ga wat aan het balanceren. Hey, ik ben heel tevreden met het resultaat van vandaag.
Het begon een beetje moeizaam. Het zat allemaal wat tegen en we konden niet lekker doorwerken. En toen zat het nog meer tegen. En toen gingen we hiermee aan de slag. En toen was het gewoon een feestje. Ja, ja. Helemaal mooi. Deze motor is gewoon goed. Die kunnen we in het magazijn gaan zetten. En dan kunnen we, ja, kunnen we binnenkort de volgende keer voor de dag halen. Maar het goede is in ieder geval dat we deze nou gewoon op ons gemakje kunnen gaan ontkoppelen. En de vloeistoffen eraf laten. Dan een keer overzetten in die andere steun. Kunnen we die andere motor een keer tevoorschijn halen. En dat is mooi. Dat zijn van die mooie werkjes. Die kunnen gewoon tussendoor rustig aan verder gaan. En dan hebben ze bijna allemaal laten lopen. Er is nog één V12 die dan nog gestart moet worden. Andere V12 die is volgens mij kapot. Maar dan moeten we eens kijken wat daarmee mee aan de hand is. Dat is nog wel interessant om een keer te onderzoeken. Of ja, waarom dat die er nou zo slecht uitziet. En wat er nou eigenlijk mee aan de hand is. Ik denk allemaal dat dat een inruilmotor is. Want deze motoren zien er allemaal uit alsof dat iemand er veel aandacht aan heeft besteed. En ze weer toch enigszins heeft... Ik zou niet zeggen gereviseerd. Maar toch een beetje gerestaureerd. Dat we het daar maar op houden. Een beetje overgeschilderd en zo. In ieder geval, die zien er gewoon netjes uit. Dus je kunt ervan uitgaan dat het goede motoren zijn. Maar ik denk dat, dat diegene in die motoren handelde. En dat die andere als inruil is teruggekomen. Dat dat ook weer een motor was. Die ja, ruilmotor. Die ook nog een keer helemaal gerepareerd moest worden of zo. Dus daar, ik ben benieuwd wat daarmee is. Maar we hebben natuurlijk ook die 6 in lijn nog staan. En dat is ook een motor die we nog een keer willen gaan starten natuurlijk. Ja, very nice. Ja, nou hoop ik dat we de volgende keer gewoon weer door kunnen met het autoschommelproject. Want daar begin ik wel een beetje zenuwachtig van te worden. Want we moeten er echt mee doorgaan. Want ja, anders krijgen we het ding natuurlijk nooit op tijd af. Het is natuurlijk al een hele strakke planning. En dan net zo'n dag als vandaag dat allemaal dingen tegenzitten. En dat we eigenlijk niet al de juiste materialen en de juiste informatie hebben. Dan gaat het gewoon fout natuurlijk. Hè? Dat is vervelend. Gelukkig hebben we genoeg ander werk waar we dan ook mee verder kunnen natuurlijk. Dus, lekker dan. En weet je wat we nou gaan doen? Pilsje drinken. Vrijdag, hè? Vrijdagmiddagbol. Belangrijk. Gezellig. Met collega's een biertje drinken. En ook met de Patreons natuurlijk, hè? Ja, zeker. We gaan dadelijk live. En dan hebben we al de pilsje erbij. Hartstikke leuk. Hey, jullie allemaal. Hartstikke bedankt voor de hulp natuurlijk. Ja, graag gedaan. Ja, geen probleem. Ja. Was weer gezellig. Jij bedankt voor het showen van de kraan ook, man. Ja. Nou, ik ga dadelijk mijn verlanglijstje even updaten, man. Zo. Dat is een leuk speelgoed. Ja, mooi is dat. De bediening is ook echt net als een echte kraan ook. Dat is wel... Dat is tof. Ja. Hey. Ik zou zeggen, mensen, allemaal een hartstikke... Nee, geen prettig weekend, want als deze video online komt, is het donderdag. Want hebben we volgende week één dag vrij. Dus, oh, jezus, man. Die bij te houden. Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot morgen. Hallo. Nee, volgens mij komt hij wel donderdag. Ja, waarom filmt? Heb je het? We zijn hier aan het discussiëren. We snappen het zelf gewoon niet meer, niet eens meer. Maar jij zei van niet. Maar deze komt toch op donderdag? Ja, maar nu, vandaag is hij van zaterdag. Dus dan heb je weer. Ja, dat klopt. Maar we liepen niet precies één week achter, maar nu weer wel. Maar nou met dan dinsdag weer niet meer. Want dinsdag dan is het natuurlijk Sinterklaas geweest. We hebben een dag vrij. Dus dan is dat weer niet. Dus dan leveren we weer een dag in. Moeilijk rekenen. Ik ben het dus kwijt. Erg, hè? Eigenlijk is het fijn dat we voorlopen, want anders hadden we gewoon keurig woensdag geen video gehad. Want dan hadden we dinsdag namelijk niks gedaan en dan hadden we de dag daarna geen video. Ja, oh, nou zo dus. En nou, tijd niet voor een pilsje. Ja joh, we maken ons druk over. Pilsje drinken. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.